Het erotische massagesalon Mascardi in de Lodewijk van Berkelaan in Berchem is door het prostitutieteam van de Antwerpse politie gesloten. De sluiting gebeurde in opdracht van het parket van Antwerpen. Het parket van Antwerpen heeft deze opdracht aan de politie gegeven omdat wij hebben vastgesteld dat betrokkenen zich nog altijd bezighoudt met professionele activiteiten. En dit ondanks het feit dat hij door de correctionele rechtbank in maart veroordeeld is geworden tot een beperkt beroepsverbod. Over welk beroepsverbod gaat dat dan? Hij heeft dat opgelegd gekregen, dat beroepsverbod, omdat hij zich in het verleden bezighield met het houden van een huis van ontucht. Dat wil zeggen dat meisjes zich in zijn zaak prostitueerden tegen betaling. Het etablissement stond in de buurt bekend als een bordeel, waar zogenaamde massages met happy end werden aangeboden.